Tijn Begoppel, we kunnen een uur praten over deze wedstrijd, maar AZ was gewoon beter. AZ was een goede tegenstander. Het leek alsof ik drie mensen tegenover me had. Aan alle kanten kwamen ze voorbij en ze liepen door elkaar heen en dat was erg lastig. Ik heb ze ook serieus een keer geteld, want ik dacht precies hetzelfde. Ja, niet normaal. Volgens mij, ik had het idee dat ze, ik zei net al dat ze met z'n 20 op het veld liepen. Gewoon een goede ploeg en daar moet je op en top gefocust voor zijn en boven jezelf uitstijgen. En tweede helft deed het volgens mij wel aardig. Krijg je nog wat kansen, die moet je dan ook afmaken. Wil je nog iets betekenen? Maar nee, ze hebben gewoon ze waren een stuk beter. Je zegt, je moet op en top zijn en boven jezelf uitstijgen. Wat hebben jullie dan vandaag niet gedaan? Nou ja, wat we in de druk zetten denk ik. Ik denk dat we hun te makkelijk lieten voetballen eerste helft. Misschien dat je dan toch met als team terug moet. En we gingen toch wel een beetje uit elkaar lopen, waardoor we vrij kwamen. Dat was best wel zonde, want als je het goed compact houdt en een paar keer uitkomt, en dan krijg je een kans en die zit dan niet, dat is jammer. En dan moet je de kansen die je krijgt eigenlijk tweede helft ook wel afmaken, wil je nog iets. Maar het is misschien ook wel de kwaliteit van AZ binnen 3-4 schakels voor de goal bij jullie komen vanaf eigen helft. Ja, nee, dit is oprecht misschien wel een van de beste tegenstanders waar ik ooit tegen voetbald heb. Ik durf eigenlijk wel te zeggen dat het de beste is, want ze waren gewoon hartstikke goed en dan is het erg lastig. Even naar jezelf, je start als rechtsbuiten. Wanneer wist jij dat je mocht beginnen? Want Geraldo Becker leek te gaan starten. Ja, de trainer zei gisteren al tegen mij, als Geraldo niet fit is, dan speel je. En vanochtend stuurde hij, hoorde ik dus dat hij niet fit was. En toen wist ik dat ik zou spelen en was ik wel blij mee. Spreek je liefde eens uit, rechtsbuiten of rechtsback? Rechtsbuiten denk ik. Op dit moment wel. Maar als ik rechtsback moet spelen vind ik het ook niet erg hoor. Kortom, gewoon spelen. Spelen, precies, daar ook van.